Kiosk. Morgen start in Bassevelde het jaarlijkse minimetoernooi voetbal. De Champions League voor 12-jarigen is aan zijn 16e editie toe en trekt ook dit jaar weer de Europese topclubs naar het Meisjesland. Dit jaar staat het toernooi voor het eerst onder de leiding van John de Pauw. Bassevelde is in principe moeilijk zichtbaar op de kaart, maar als je dan over het minimetoernooi spreekt, dan merk je wel dat het heel bekend is. Ik zeg maar wat, Duitsland, Polen, noem maar op, zelfs Portugal, die weten ons te vinden en die vragen ons, als er eventuele mogelijkheid bestaat, om dan toch maar naar Bassevelde af te zakken. Maar de plaatsen zijn beperkt. 12 clubs mogen een minimumploeg sturen. En dit jaar zitten daar FC Barcelona, Zenit Sint-Petersburg en Celtic Glasgow bij. Ik kom in heel veel toernooien Europa rond en ik vertel je, je vindt nergens, maar dan ook nergens, een sfeer zoals die in Bassevelde gecreëerd wordt. En John de Pauw kan het weten, want hij is talentscout bij Celtic Glasgow. Beroepsmatig moet hij dus zoeken naar de volgende Messi of Cristiano Ronaldo. Is dat dan een beroepsmisvorming dat u dit weekend dan ook uitkijkt naar talent? Uiteraard, je kijkt er niet naast. Alleen heb ik misschien een beetje de pech dat ik, gezien ik directeur ben, me niet alleen kan concentreren op het sportief gedeelte. Er komen nog veel andere puntjes bij. Maar natuurlijk pik je veel op en je merkt wel vlug het verschil tussen mensen met goede ambities en zeg maar dan op zulke leeftijd al talentvolle jongens. Het waren de minimen van Anderlecht die het toernooi de voorbije 3 jaar konden winnen. En dan tegen kleppers als Real Madrid, Tottenham Hotspurs en FC Barcelona. Het niveau is hier hoog en dat verrast soms de Europese toppers. Veel ploegen die dachten, goed, we komen naar Bassevelde en het wordt een beetje een walkover. Die hebben zich zeer zwaar vergist. Bijvoorbeeld FC Barcelona, die kwam met diezelfde intenties naar Bassevelde. Maar die dropen dan toch ontgoochelend af. En dat hebben we meegemaakt in het verleden met Tottenham Hotspur, met Manchester United, met een Milan, met een Paris Saint-Germain, noem maar op. Dus het is telkens wel een aanpassen voor die ploegen en ze zijn dan telkens wel verrast door de kwaliteit van de tegenstrijders. Het minimetoernooi begint zaterdagmorgen om 9:30. Maar morgenavond zijn er al 2 vriendschappelijke wedstrijden. Om 6:30 spelen de veteranen van Bassevelde tegen oudspelers van AA Gent. En om 7:00 spelen de beloften van AA Gent tegen die van Lokeren.